بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن مختصر يسمى متن الدروس المهمة لعامة الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. We gaan beginnen met een kort schrijfwerk aangaande belangrijke lessen voor de gehele moslimgemeenschap. لماذا ندرس الدروس المهمة؟ Waarom bestuderen wij deze lessen? لأنها مهمة. Omdat het belangrijke lessen zijn. أوصى بها العلماء. De geleerden hebben dit geadviseerd. فيها ما يتعلق بطريقة السلف مع القرآن وحفظه. Het bevat de handelswijze van de vrome voorgangers met de Koran en het memoriseren ervan en het handelen. والتوحيد وما يضاد التوحيد. En wat aangaande het monotheïsme en wat het tegengaat. والصلاة. En het gebed. والوضوء والطهارة. En het reinigen. Voor het gebed en andere zaken. والآداب والأخلاق الإسلامية. En de fatsoensnormen in de islam. وتجهيز الميت والتكفين والصلاة عليه. En voorbereidingen die getroffen dienen te worden voor het begraven van een dode. هي بحق مهمة كما سماها المؤلف. En het is belangrijk zoals de schrijver dit heeft vermeld. مهمة للمسلم الجديد. Het is belangrijk voor de nieuwe moslim. وكذلك للمسلم. En voor de gewone moslim die al moslim is. وكذلك تصرح لغير المسلمين. En het is belangrijk en het heeft voordeel ook voor de niet-moslims. وتصلح ايضا ان تدرس بكل لغه وفي كل دوره في كل مكان والله اعلم. En het is geschikt voor elke persoon, voor elke plaats, in elk land om te onderwijzen.